Welkom bij de Amsterdam Hockey Academy. Ik ben Gabrielle Mos en we gaan vandaag wat zaaltechnieken doornemen. Zaalhockeytechniek 6, de dummy. De dummy, een passeerbeweging. Een van de beste passeerbewegingen in de zaal. Bal is voor het lichaam. Een aantal dingen die daarbij belangrijk gaan zijn is de lichaamsschijnbeweging met de rechter en de linker schouder om de verdediger in positie te brengen. Maar als eerste is het, we hebben de bal voor ons, we gaan er overheen. Dus het is een grote halve maan. Je ziet de schouders een kant op gaan. De verdediger zou deze kant op moeten stappen in de schijnbeweging. Vervolgens gaat de beweging terug en versnelt ze over mijn backhandkant naar de andere kant. Dus nog een keer. De verdediger staat hier klaar. Ze heeft de bal voor me. Ze trekt mij mee die kant op met haar beweging en versnelt over de andere kant weg. Dank voor het kijken naar onze zaaltechnieken. Vergeet ook niet te kijken op YouTube naar onze veldtechnieken, onze keeperstechnieken. En er komen ook filmpjes over mentaal bij te staan. Dus zorg dat je onze YouTube in de gaten houdt om nog meer je skills te verbeteren in de toekomst. Heel veel succes met oefenen.